girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Heel goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag gaan we een paar dingen doen. Vandaag gaan we eerst naar de schoentjes gaan halen voor mijn madame, want mijn madame is thuis. Hallo, goedemorgen. Twee, wat gaan we nog doen vandaag is dat we eerst naar de moskee gaan, want daar ga ik niet mogen filmen, maar ik ga het wel al zeggen in de vlog vandaag. Sorry, het is nog een beetje vroeg vandaag. Maar mensen, wij gaan er een hele leuke dag van maken. Vanavond gaan we ook richting Ilse, zodanig lekker frietjes met Sophie zitten. Yes. En papa, zijn nietjes gaan er ook uit vandaag, dus ik ben super content. Nu is het wachten tot wanneer dat papa thuis is. En ik heb ook nog een gesprekje vandaag, dus ik neem jullie overal mee. Dus voor mij is dat wel belangrijk. En baby? Ja. Dus en hoe slapen? Heel goed geslapen. Ha, zo moet dat. Dus mensen, we zien elkaar strakjes als ik onderweg ben. Ik kan het niet laten zien, maar als ik toegekomen ben, laat ik jullie sowieso ook iets weten. En baby? Geniet van jouw rustdagje, morgen moet je weer werken. Ja, en zondag ook. En zondag ook. Dus het is haar rustdagje. En ik zie jullie later. Papa heeft uit. Hey man, mensen, welkom terug. We zijn zoals in de auto. En papa. Er heeft iemand zijn gordel. Ik kan niet. Ik heb hem aan. En wij hebben. Papa, zoals je ziet, zit papa naast mij. Hey. En terug papa, in de auto. Papa heeft terug zijn auto, maar hij mag nog niet te lang rijden, dus voor boodschapjes mag hij dat wel doen. En mijn baby zit van achter daar. Ja. Braaf en stil. Braaf en stil, inderdaad. En zoals je ziet mensen, zijn we nu onderweg naar de winkel. Een beetje drinken halen. En een beetje eten. En een beetje eten. Want voor vandaag moeten we niet koken. Nee, we gaan bij Ilse. En we gaan bij Ilse gaan eten vandaag. Dus ik heb dat straks ook al gezegd in de vlog. En de schoentjes zijn goed toegekomen. Dus we hebben die ook heel. Ik heb die wist te halen. En ik heb een discussie gezeten met een fietser. Dus. Maar dat was dat ik onderweg was naar de winkel. Dus maar ik ga jullie de plaats laten zien, want. Waar dat dan was. Geen je rechtdeur, krijg je niet. Ja, nee, hey, het was nee, het was hier. Het was hier. Maar dat is nou een eindje van tussen wie en zien. Ja, maar je weet wat ik bedoel, dat was hier. Ja. Ja, ja. En zij kwam van hier, dus ik rijd hieruit. Ja. Dus wat doet ze slaat af, maar het was rood. Ja. En zij rijdt hierdoor, ja. Dus zij was al in fout. Ja. En ik zat nog aan de lichten, want het was rood voor mij. Dus ik was verantwoordelijk en ik zeg van. Maar ja, weet je, hand mee is alles de fietsers. Ja. Met ogen op je hart en op je. Op je rug en op overal. En... Ja, sowieso. In het verkeer moet je er even aan de regel zo, Sam. Ja. Of dat nu mijn velo rijdt of mijn dingen, dan maakt mij niet veel verschil uit. De regels zijn regels. Ja. Dus mensen, maar we zien elkaar subietjes. Dus mensen, tot straks. Hey mensen, welkom terug bij. Welkom terug. Ik ga gewoon zo beginnen. We gaan subiet vertrekken richting Ilse. Ik heb vandaag naar de moskee geweest. Ik heb vandaag de schoentjes geweest te halen. Dus ik heb al een beetje van alles gedaan. Zoals je ziet, heb ik redelijk wat gedaan. Ik heb ondertussen ook een gesprekje gehad. Over toekomstige opdrachten, maar dat is voor ons wel heel belangrijk. Wij gaan ook morgen gaan we naar Sluis, dus ik ga het ook al zeggen, maar ik ben niet alleen, maar dat ga je morgen zien. Maar we gaan nu ook. Oh ja, wat ik ook nog kan doen vandaag. Allee, mijn haar is nu een beetje gedaan, maar mijn staartje is op een vlechtje gestoken door mijn madame. En
ja, zoals je ziet hebben we daar gewoon een hele leuke avond gemaakt. Samen met Ilse, samen met Bjorn, samen met mijn baby. En met madame van Gaag ook al ondertussen gekleurd. Dus we gaan nog één keer over, maar het komt wel goed. En baby. Ja. En papa is zijn auto terug, dus die is ook al super content. Dus we hebben ook al boodschapjes gedaan en zo. En we gaan dan van die rustdagje. Rustig, hè? Rustig, hè? Ja, rustig. Ja, rustig. Dus mensen, we zien elkaar in de auto. En als we teruggekomen zijn bij Ilse. Dus we zien elkaar later. Mijn gymcoach. Hey mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we thuis gekomen. We hebben een hele leuke avond gedaan. Ik heb niet veel gefilmd omdat dat uit de privé gelegenheid. Maar we hebben wel lekker gegeten. En mijn baby moet straks weer werken. En het wordt een hele leuke dag voor mij ook vandaag. En daar is papa. Ja, goedenavond of van goeienacht. Ja, goeienacht. Dus... wij gaan nu op ons gemakje vandaag voor nu afsluiten, het video klaarzetten en dan vanavond online zetten. Dus, maar het wordt nog een hele lange dag. Maar mensen, ik wens jullie voor nu een hele leuke nacht. Slaap wel en we zien elkaar straks. Wat kan ik nu zo doen? Mijn batterij.